gewoon start recording. En dan krijg je weer zo'n intro, weet wel, van hoe begint dit? En dan is het denk ik, hoi YouTube! Oh ja, en dan heeft YouTube geen enkel idee waar dat we over praten. Nee, niet echt, hè. Dus... Ja, dan zit het een beetje lekker rond te lullen. Wij weten de helft van de keren ook niet waar we over praten. Nee, niet echt. Controller. Misschien handig als je... Hij doet het! En we beginnen gelijk met een random battle. Oh, gezellig. Oh, en ik moet de tijd... Nou ja, ik heb trouwens hoe lang dat we live zijn, daar kan ik het wel een beetje bijhouden. Een black belt. Met een Groudant. Oh ja, en alle Pokémon die waren supersterk in verband met, ja, het is randomizer, we moeten er echt aan wennen. En ja, het is 4 september, dus hoi YouTube, welkom bij de livestream, yada yada yada. Hoi YouTube, hype! Ah, chat is zo gezellig. Ja, doe maar Mesblad! Want we hebben nog steeds geen sterkere fysieke grasaanval. Hij was pas in level 71 of zo. Ja. Ik ben zo blij dat dat inderdaad gefixt is, in generatie, volgens mij was het generatie 5 waar dat ze dat gepikt hebben. Dus... Ja. Dinsdag al, de eerste dag al. Ik heb dat volgende dinsdag. Ik heb vrijdag al gelijk examen. Huh? Wat? Jij examen? Yep. En Bolt, onze Jolteon, die is een level omhoog gegaan. Wat leuk. Weeping Bell. Firepower. Oh, trouwens, heel erg grappig. Op mijn Pokémon Go heb ik een Eevee die heet Aquarion. Heb ik er eentje die heet Firepower. En een Jolteon, die ga ik zeker op Bolt noemen. Of heb ik al Bolt genoemd? Serieus, Erik? Wat is dat? Dat is de Magikarp song. Ja, iemand vroeg of ik een link kon sturen. Oh. Oh, hey ja, you, ja. Pikachu, I want you on my team. Heb je veel gemist? Nou, ik zou zeggen, kijk eerst dan de afleveringen terug voordat je dan iets denkt. Luario! Metaal geluid. Daar gaat mijn special defense ook wel van omlaag, hoor. Ah, dit is genoeg. Lucario die heeft maar 39, die is level 39, dus abtjeitje dit. Nee, we zijn niet begonnen. Nee, ja, ik weet dat er net staat, maar niet klinkt leuker. Dus, nou, ik hoop dat iedereen een beetje zin in heeft. Het is inderdaad lang geleden. Volgens mij waren we onderweg naar Mount Moon? Nee. Nee. We waren geloof ik net, ja, we hadden... We waren voorbij Mount Moon. Ik vraag mij af, waar is dit? Nee, we zijn onderweg naar Mount Moon. Nee, dat ken je, want vorige stream zijn we nog in Mount Moon geweest. Ja, dat klopt, alleen toen heb ik niet al die trainers al gebattled. Ja, maar toen hebben we Mumi al gebattled, of gezien. Oh, Mount Moon ben je inderdaad geweest. Want je gaf toen een opmerking dat je het zo leem vond dat hij zo klein was. Ja, dat klopt. Toen zijn we om dit figuur heen gelopen. Ik weet trouwens nog niet eens of we hier al random encounters hebben gehad of niet. Dus we zitten in ieder geval bij Beauty City. Hoe doe je randomizer? Met veel pijn en moeite en met heel veel proberen, sol en weet ik het allemaal nog meer. Oftewel, te ingewikkeld om uit te leggen op een livestream. Ja. Just Google it. Hoe gaat het eigenlijk met je? Hartstikke goed, en met jou? Dennis, ik heb een droge bek. Oh, je mag geen bek zeggen. Doe ik lekker toch. Ik weet niet hoe het met de anderen gaat. Met mij gaat het goed. Morgen lekker Efteling. Ja, vrijdag er even lekker in. Iedereen begint dan. Morgen moet ik naar school. Kom de guy aan. Oh, ja, ik heb maandag geen school. Sorry jongens. Oh, dag los, Cool Kid. Jammer dat je zo snel weg moet. Doei. Ben bezig om Pokémon Ei uit te spelen met mijn full favoriete starter team. Oh, dan moet je bij Robin zijn. Ja, want ik ben nou bezig met Pokémon Ei. Met het volledige team van Ash in de anime. En daarvoor had hij dus echt elke vuurstarter, omdat ja... Nee, 6-6. Dat is een open Pokémon Omega Ruby. Oh, goed. Maar dat maakt niet uit, want ja, volledig vuurstarter team. Het is een leuk team. Nou, ik ben gewoon benieuwd of we hier nog even iets kunnen vangen. Dus daarvoor kijk ik heel eventjes hier nog door het gras, maar ik denk het niet, dus. Ik heb inderdaad ook school, heb er echt nul zin in. Jongens, serieus, dit blijft dat je in de school mag. Je weet precies wanneer dat je klaar bent. Je wil niet weten hoeveel vrije tijd je ondertussen wel niet in school hebt.
Ik heb serieus echt zin in school en dat klinkt dan heel raar, maar het is wel zo. Ja, precies, David. Ik ook niet. Vooral geen zin in drama. Hoezo drama? Drama is juist leuk. Heb je dat op school? Nee, maar hoezo drama? Ja, drama als les. Je hebt acteerlessen, maar dat is dan dramales. Oh, op zo'n fietsbel. Dat is juist, dat vind ik juist dan weer een leuke vak als ze dat hebben. Bij ons hebben ze dat niet, dus ik ben jaloers. Oh, Balkje, jij zijn wel te veel tegengekomen. Wil jij vechten? Nee? Wil jij vechten? Nee? Wil iemand nog even vechten? Ik heb experience nodig. Jou kon ik eigenlijk skippen. Wil jij nog vechten? Hé, hey, we hebben er eentje die wil vechten! Fairy Tail, ik wens je veel succes dan. Dat is echt een leuk team om mee te vechten. Wat is Mothim? Ik ga heel even kijken, Mothim. Ik heb mijn Pokédex heb ik hier naast me nou liggen, dus. Spica, dankjewel. Ik heb zo'n app die heet Pokeinfo en dan kan ik gelijk inzien welke Pokémon wat is. Even kijken, dit is Mothim. Amateur, hoezo weet je niet wat Mothim is? Nee. Bugflying. Ik zeg wel, zoveel vrije tijd heb je niet als je naar school moet. Je hebt hem meer dan als je moet werken. True. Ja. In ieder geval Mothim, dat is een Bugflying type. En zijn attack en special attack is wel gebalanceerd. Net zoals een defense en special defense. Is niet echt een snelle Pokémon. En heeft een kleine HP, dus niet echt een gevaar. Nee. En Mumei, Linky Boy, die confirmt jou. Yep. Nou, ik weet dat het een bug type is en I don't care. Ik ga gewoon return doen. Liefjong kan hem aan. Oh jee, hij doet camouflage! Dan gaat ze naar Quercy volgens mij wel. Ja, het ligt er inderdaad wel aan wat voor werk je hebt, ja. Hij transformeert zichzelf in een Ground-type! Wauw! Oh, wat een dombo! Ik vind het trouwens wel knap hoe dat Umbreon zo blijft staan, echt serieus. Marsstomp, nou die heeft quadruple weakness, dus laat maar komen. Liefjong poont alles ondertussen. Tuurlijk, stel het maar weer uit. Tegen je Pokémon Trading Card Game tot een extra beurtje gaat helpen. Dan moet je eventjes refreshen. Misschien helpt dat. Sowieso vanuit onze kant is er technisch geen probleem met de stream. Nee. Dankjewel voor jullie support, jullie zijn geweldig. Dus Liefjong, als... Last Resort, die is eigenlijk heel erg goed voor Liefjong. Ook voor Umbreon. Dus Umbreon, please. Als we een Umbreon zouden hebben, inderdaad. Maar ik zit nou te denken, Iron Tail die is wel handig tot nu toe geweest. Ik zou liever X-Scissor hebben gehad. In verband met een Bug-type aanval is ook handig voor Liefjong. True. Ik denk dat ik Giga Drain even opgeef. Ja, want dat is geen fysieke aanval, nee. Nee, en het geeft wel een HP-herstelling, maar ik bedoel, we hebben potions genoeg. Ja, en zoveel HP is nou ook weer niet. Nee, omdat het is sowieso geen special attacker. Klopt. Last Resort, dan kan ik aan Stefan ook het uitleggen. Last Resort, die mag je alleen gebruiken op het moment dat je alle drie de andere aanvallen al hebt gebruikt en heeft een base power van 120. En bedankt DutchKiller19 voor het followen, je bent geweldig! Yay! Denk... Welkom bij de stream! Mooie voice crack! Ja! Een hele erge voice crack. Hallo ja. Reggie Gigas! Maar voor een normal attacker als Liefjong is dat een goede aanval? Ja, nou niet een normal attacker, een fysieke aanvaller. Je hebt fysiek en special. Zapdos! Oké, twee legendaries achter elkaar. Volgens mij hebben we het grasveldje met alle legendaries gevonden. En ik heb op YouTube heb ik een comment gevonden die echt zo zei van... Waarom ren je gewoon weg bij al die legendaries? Wat mis ik? Serieus, je moet wel vanaf part 1 kijken, dan snap je het wel. Het is een Eevee-only run. Nou, stel dat je
alle legendaries zou gaan vangen, dan ben je 1. Ten alle tijden door je pokeballs heen. En 2. Dan zouden we nu nog lang niet hier zijn, want dan zou het zoveel tijd hebben gekost om überhaupt alles op te nemen. En 3. Ja. We mogen ze nog niet eens gebruiken. Ja, maar je moet je Pokédex completen. Niet meer randomizer, screw dat. Niet meer een serieus, wat is dit? Legendary Village? Jij bent Team Mystic. Hartstikke gezellig. Wij zijn Team Harmony. Ik weet het, in het begin van deze randomizer zaten we echt zo van... Ja, Instinct, omdat niemand was Instinct. Maar wij hebben gezegd van... Nee, we gaan over naar Team Harmony. Oftewel, het maakt niet uit welke kleur dat je bent. We zijn vriendjes met iedereen. Dus of je naar Team Instinct, Team Team Mystic of Team... wat was de derde ook weer? Team Valor. Ja. Of je nou één van die drie bent, we zijn alle drie goede vriendjes. Ja, we zijn allemaal vriendjes. Tenzij dat je inderdaad zo'n stomme speler bent die alleen maar gaat zeggen van... Nee, mijn team is beter. Dan ben jij waarschijnlijk één van de teams. Failure, Instinct, nee, dat is gewoon stinkt. En Mystic, dat is mis. Yep. Als je echt zo'n lame speler bent. We hebben een hekel aan deze. Ja. Hé, maar hoor je dat? Ja. Hoor je iets op de achtergrond? Sorry. Oh. Juist. Random geluidjes zijn random. Ze komen random weer terug. Hé, een Firebreeder Bird met een Cricketune. Wat was Cricketune? Dat was ook een Bug-type volgens mij. Welke Pokémon? Cricketune. Ja, dat is een Bug-type. Maar volgens mij ook een hele sterke. Ik pak hem heel even bij de Pokédex. Cricketune is niet echt een hele sterke, geloof ik. Ah, het is inderdaad een Bug-type. Gewoon puur Bug-type. En we hebben hem al neer, dus... Luxray! Waar is Leroy als je hem nodig hebt? Nou zit ik eventjes te denken. Want ik heb een Jolteon met een gewone ability dus die stroom absorbeert. Ik zou Jolteon hier even wat extra experience kunnen geven. Jolteon, ja, Bolt, we gaan het doen. Ook al ben je level 32, ik vind het sterk genoeg. Leafeon is ondertussen al level 50. Oké, welke aanvallen hadden we bij jou ook alweer? Double Kick, Sand Attack, Thunder Shock. Maakt niet uit, we doen gewoon iets. Doe een Double Kick. Yes, het doet 2 pixels schade. Hey, het zijn toch pixels. En hij gebruikt Roar. Nee, Objectsel mogen we niet gebruiken. Echt van alle vijfde, van alle zesde Pokémon echt alleen Objectsel. Ik zou zeggen, Objectsel. Die mogen we niet gebruiken. Oh, hij kent Crunch, dat is wel vervelend. Bolt overleeft, overleeft, Bolt! Oké, wij switchen weer terug eventjes naar Leafeon. Arme Bolt. Well, at least he tried. Ah, Scheno is uit met Roar! Als het nou weer... Nee, hallo Yoshi. Niet Objection, Objectsel. Hier, krijg een Blizzard naar je snuit. We hebben Frostwater ook nog bij ons, dus... Je hebt eigenlijk nog nooit eigenlijk in de livestream gehad, Frostwater. Eet smakelijk, Sophie. Smakelijk! Eet smakelijk. Al moet ik wel zeggen dat ik me een beetje zorgen begin te maken over de levels in verband met Red. Komt toch wel dichtbij in de buurt nu op het moment. Ja. Yeah. En dadelijk moet je gaan XP farmen en dat is niet zo leuk. Ja, of we hebben Eevee die we vangen en dan mag het of Espeon of Umbreon worden. Nou, het liefst heb ik echt Umbreon. Espeon, ja, dan zou ik een teammember swappen. Omdat we hebben nou best wel veel. En ik denk dat ik dan Glaceon zou swappen. Mochten we inderdaad er nog wel één extra tegenkomen. Wat een. Mount Moon bestaat wel! Wacht. Hebben we dit al de vorige keer niet gedaan? Ja. Heb ik hem niet opgeslagen of zo? Jawel, dat moet wel.
Of... Nou, ik moet weer tegen Mu mee. Ik weet 100% zeker dat jij Moon to Moon vorige stream hebt gedaan. Ja, dat weet ik ook. Maar de ene hebben we wel gebeld, de andere niet. Dit is iets dat ik nog gezien heb. Want toen kwam ik er bij. Ja. Dan zou je vast wel niet gesaved hebben, ja. Slim Henky. Nou ja, gelukkig hebben we niet echt zoveel. Niet echt, nee. Nee, voor het feit dat ik aan het einde van de stream kwam en ik dit nog gezien heb. Ja, één ding wisten we zeker, als we het overnieuw moesten doen, wisten we dat Brock die Magic Rap had. Nou, Brock hebben we al gehaald, dus... Maar die ene trainer hebben we weer wel gedaan en deze weer niet, dus... En hij heeft een latias. Ik weet niet of hij die de vorige keer ook had, maar latias kan een probleem zijn. Ik geloof dat hij hem wel had, ja. Nou, Glaceon die ken dat wel heel erg goed, want dan hoeven we maar één blizzard te doen. Glaceon die heeft niet echt veel zwakheden, maar Glaceon die is alleen maar handig tegen ijstypes. En voor de rest, ja, omdat het een puur ijstype is. Ja, vergeet niet, ik hou heel veel van Glaceon. Glaceon is ook een geweldige Pokémon om te hebben, maar het nadeel is gewoon van ja, puur ijstypes hebben heel weinig voordelen in battles. Gras toch ook, als ik vraag mag. Hé? Gras. Nou, het probleem is, gras die heeft heel veel types waar dat hij tegenaan kan vechten en die heeft ook heel veel resistant. Vergeleken met ijs, ijs is alleen maar resistant tegen zichzelf. En kom op! Kom op, Frostwater, we weten dat je het kan! Raak hem gewoon! Critical hit, tuurlijk. Dit kan een probleem worden. Aquarium? Ik denk het. Nou, ik denk het niet, ik weet het wel zeker. Want ik weet, Latias is namelijk ook een Dragon-type, toch? Ja, dat kan... Ja. Dat zegt Julia de Dragon ook. Ik weet niet meer wat voor combinatie, of het überhaupt een combinatie is, maar het is sowieso Dragon. Psychic Dragon. Ja, maar Dragon is namelijk resistant tegen water. Dus daarom denk ik dat ik mijn beste ijsaanval kan gebruiken. Maar op een of andere vage manier kwam ik er niet doorheen met Blizzard. En zijn headbutt dat doet redelijke schade, maar Aurora Beam die komt er wel doorheen. Psychic Flying, geen Dragon. Oh. Weet je wat, we gaan gewoon kijken of jullie allemaal gelijk hebben. Wij gaan gewoon surfen. Is het normale effect, dan is het inderdaad... Psychic Flying, en is het inderdaad een Dragon-type, dan geen critical hit, echt serieus. Als je dat nog een keer doet, is vals spelerietes. Het is niet, het is Dragon. Definitely Dragon. Nou, hiervoor gebruik ik even een Hyper Potion. Hij is definitely Dragon. Yes, ja. Mijn kennis is goed genoeg. Ja, nu worden we ook professors. Nee, ik zou liever geen professor worden. Ik blijf liever Stevie. Inderdaad. Ik had het ook hier in mijn Pokédex op kunnen zoeken, maar dit is effectiever. Nou, dan blijf ik wel liever de Fire-type trainen. Nee, ik wil niet nog een keer weg. Gaan gewoon nu... Ik heb Charmander al gevangen. Ja, maar Ice Beam zou ook... Ontwijkt hij hem nou alweer? Hey, Lost Colquitt, je bent er weer. Welkom terug. Ja, maar ijsaanvallen zijn ook super effectief tegen vliegsoorten, dus dat zou niks hebben gezegd. Ik train mijn Latias natuurlijk wel goed. Ja. En ik heb hem vooral getraind in de aanval ontwijk. De belangrijkste aanval ooit. Maar waarom had je dan die Nidoran female niet goed getraind? En je moet altijd met een grote roodblok beginnen. Nou, hij begon met die Nidoran. Ja, met een grote rood blok. De grootste en sterkste en dikste Pokémon ooit. Nidoran. Ja. Weten jullie nog, Pokevloedstukje? Ik dacht dat ik er zo'n blokkade mee kon maken. Dat ik zo intimiderend was dat Stevie wel op zou geven. Rhyhorn! But you can't run away in the trainer battle. Nou, één ding weet ik zeker. Ik ben sneller dan Rhyhorn, dat moet.
Al zou Leafeon ook al hebben gewerkt. En nou beginnen ze al gelijk van, ja, je hebt Hyper Potions. Serieus, ik moest even een statement duidelijk maken. Mm-hmm. Ook al had ik dat ook via de Pokédex kunnen doen. En ja hoor, daar komt hij, de Whiscash. Yay. Maar ja, daar hebben we de hele grote counter op gewonnen, namelijk Leafeon. Yay. 4 keer de schade. Al heb ik nog steeds het rare idee elke keer als ik Whiscash zie dat dat een stroomwatertype is. Ja, gek hè? Super stil in de chat. Ja, ze zijn allemaal enthousiast. Ze zitten vol met spanning tussen de match tussen Mumei en mij te kijken. Yep. Mhm. Omdat het spannend is. Carnivine! Dat is een gras bug type. Ja, nou, ik heb nou Razorleaf net gebruikt, dus ik gebruik nu Return. En dan in de volgende beurt gebruik ik gewoon Iron Tail, of dat nou super effectief is of niet, maar daarna kan ik gewoon Last Resort gebruiken. Ja, logisch. Ring Out, nog nooit van gehoord, maar ja, dat is een fysieke aanval, dus... Oké, okay, Iron Tail doet normale damage, hij is neer, en maakt niet uit wat de volgende Pokémon is. Is hij super effectief tegen kras, dan gebruik ik waarschijnlijk Mesblad, maar we kunnen nou ook Last Resort gebruiken. Een Furret! Laten we Last Resort gebruiken! Wauw. You weren't coming to Johto just to show off. To Johto? Wauw. Doe hij even spraak? Doe ik even zelf nog praten? Zeg, spreek, spraak. Bleh. Last Resort. En hij overleeft het gewoon. Wauw. Ah, het zijn sterke Pokémon. Mimmy, hou nou eens eventjes op met zeuren, ja? Ik wil gewoon nou rustig jou eventjes afmaken. Mag ik? Oh, nou krijg ik die critical hit. Carnivine was mijn eerste shiny Pokémon. Awesome. Mijn eerste was Jigglypuff. En dan nog niet eens weten dat het een... Oh, dat was hij al. Ik dacht dat hij nog een Pokémon had. Man, een slecht team. Behalve dan Latias. Niet zo klagen over mijn team. Het had geen Magikarp. Ik moest het doen met wat de randomizer mij in het wild liet zien. Het was smooshes. Maar geen Magikarp. Smooshes. Jij bent gewoon één grote smoes. Wees niet zo gemeen tegen Mumei. Oh, nou, het spijt me hoor. Hoort zo. Bedankt. Maar goed, om eventjes dan terug te komen van... wat vond jij van de final boss in Splatoon, Link? Oh, jullie zijn met elkaar aan... Oh, sorry. nee, maar ik weet zeker dat we hier inderdaad binnen zijn geweest. Als ik hem nou weer tegenkom, Mumei, en ik moet weer tegen Mumei vechten... We krijgen al gelijk random encounter. Ik ben gewoon inderdaad vergeten waarschijnlijk het op te slaan. Wauw. Ik denk het. Nou, de eerste 30 minuten zijn dus een rematch geweest tegen Mumei. Gezondheid. Gezondheid daar op de achtergrond. Volgens mij nog één keertje voor mooi weer. Dat was geen nieuws. Ik zie in één keer Beltoy en ik wist niet dat hij een beetje een groene tint had. Dus ik dacht bijna dat we gewoon een shiny tegenkomen. Want de shinies kunnen we hier ook nog steeds tegenkomen. En het is zaterdag, dus er gebeurt helemaal niks op Mount Moon, want het is alleen maar op maandag. Yay. Maar we hebben wel een Nevermeld ijs gevonden, wat heel erg handig is voor onze Glaceon! Oh, en trouwens, het is geen zaterdag, het is zondag. Oh ja, het is zondag. Wauw, mijn innerlijke klok van iedereen die zit al van morgen in de school. Ik wil helemaal morgen niet in de school. Ik wel, maar ja, ik hoef morgen niet in de school. Haha. Dat is weer gemeen, Robin. Foei. Heel gemeen. Maar ja, ik hoef ook niet naar school. Ik ook niet! Maar ik moet wel werken. Ik moet heel veel editing aan de... Ik moet heel veel editing klaar hebben, omdat ik morgen hier in de Efteling word verwacht. Moet ik echt er zitten zeikertje op me te wachten. Wie? Ja, een of andere Robin. Als je het over mij hebt, ik sta niet op jou te wachten hoor. Jij ging ook gewoon mee en ik, ja, ik kom weer. Blijf wel thuis! Mooi! Heb ik morgen meer tijd voor te editen.
Oké, daar niet. Ik ben al met mijn vrienden, dus dat is ook wel leuk hoor. Zie, ik ben niet belangrijk. We zien lekker hatelijk vandaag. Robin, waar heb je last van? Eerst ben je gemeen tegen de chat, dan ben je gemeen tegen Mumee, nou ben je weer gemeen tegen mij. Staat volgens mij in de regels dat je niet gemeen mag zijn. Ja, maar jullie waren eerst gemeen tegen mij. Oh, waarin? Waarin waren wij gemeen? In heel veel. Vertel, waarin nou, dan? Dat gebeurt nou ook binnen het Spiga. Nou, ondertussen... Nee, Splatoon heb ik niet. Alleen het idee dat je naar school moet is niet leuk. Maar als je er bent, is het wel leuk. Behalve als je weer die leraar ziet die de hele tijd naar koffie meurt. En die jou dan de hele tijd in de gaten zit te houden. En dan de hele tijd de pik op je heeft. En de hele tijd met kraatjes jou gaat bekogelen. Ervaring? Nee. Vraagteken? Oh. Al had ik wel eentje inderdaad mijn koffieadem. Koffie. Toen was ik nog tegen de koffie trouwens. Toen was ik ook nog klein en onschuldig. Ik, klein en onschuldig. Oh, je had dus ook last van Fairy Tail. Ik zie die chat op het moment niet. Ja, de storing van KPN. Ja, beste mee. Ja, daar was hij bang dat als hij gisteren zou streamen, dat hij het niet kon missen. Of dat hij het kon missen. Maar in ieder geval, Mumee heeft het ook al netjes neergezet. Regel 35.2. A. Het is wel variant de A. En wat is dan variant D? Hè? Nou, dat moet ik het dat weten. Moet jij weten als moderator, Robin. Ja, je hebt mijn dat hoor jij ook te weten. Het was regel 1, respecteer Eevees. Regel 2, er is maar één regel. Respecteer Eevees. Regel 2, er is maar één regel. Ja, dat is maar uitgelegd. Nee, daar zul je ook niet last van krijgen hoor. Leerkrachten zijn er alleen maar om je te helpen met leren. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. En als leraren dat niet zo zijn en die kijken mijn video's, leraren serieus, zorg ervoor dat je lief bent tegen je leerlingen. Ja, precies. Dat hoort wel. Wacht eventjes. Dit is een trainer met een Swampert op level 13. Illegaal. Ik dacht dat we in Kanto waren en tot trainers 30 plus, 40 plus Pokémon zouden hebben. Blijkbaar niet. Nee. Nou, maar dit is waarschijnlijk normaal gesproken een Pidgey trainer. Oh ja, nou krijg je in één keer een Kecleon op level 44. Livion, return! Nee, niet terug in je Pokéball die aanval. Hoe zou dat werken in de anime als je de aanval return gebruikt? Zouden ze dan denken van je wisselt je Pokémon of... Ik bedoel serieus, Livion, return! Nee, niet in je Pokéball, de aanval! Ja, serieus! Ja, daar is het bekant wel, ja. Je hebt een paar idiots in de klas af en toe. Ja, maar die heb je overal. Wacht, zit hier niet stiekem een item verborgen? Ja, een Max Repel! Die hadden we net nodig in Mount Moon. Maar ja, één voordeel. Deze trainers kunnen we dan nou weer battlen. Dan zijn we weer in Cerulean City. En dan kunnen we eigenlijk richting Erika's. Want we hebben al 4 badges. Nee, niet ga terug. Return. Return is een aanval. Hoe zou die aanval eigenlijk inderdaad in Nederlands heten? Zou die inderdaad in Nederlands heten? Ik ga terug heten. Nou, ik zit daar nou heel toevallig naar te zoeken. In het Nederlands wordt die terugkeer genoemd. Ja, maar dat is dan en... een keer terug. Ja. Hij is niet in de anime voorgekomen, wel in de manga. Ik vind het nog steeds een raar verhaal.
Livion! Terugkeer! En ik ben Paradise en daar word ik niet vrolijk van. Ja, maar in de anime zal het ook heel moeilijk gaan, want iedereen zegt keer terug of return. En ja, dan heb je opeens dat die in je Pokéball zit. Of echt, nee, nee! Bij... Niet in je Pokéball! Ik wil dat je die aanval doet! Je ja, vindt me toch lief, Pikachu. Dan is hij toch krachtiger, die aanval! Ja, of je bent Pikachu, die wil niet in zijn Pokéball blijven zitten. Horsie, die moeten we aankunnen met Bolt. Bolt, serieus! Deze moeten we aankunnen. Je bent snel, je bent awesome, je bent schokkerig. En waarom heb ik nog steeds niet heel veel TM's die kunnen helpen met onze evoluties? Oké, okay, Bolt heeft een first one-hit KO. Nice. Oh ja, spoilers voor de andere co-commentators. Die wat? Horen het nu, maar die zien het later. Yep. Ja. Leg uit hoe dat werkt. Kan ik er even stil zijn? Nou, er is een vertraging in onze verbinding. Maar ja. Bij onze stem is het hooguit een paar... waarschijnlijk zo ongeveer 1 of 2 tien... Nee, iets meer. Ik denk een halve seconde. Een halve seconde vertraging in onze spraak. Van ja. elkaar horen. En... In ons beeld, daar zit een vertraging die jullie ook hebben. Dezelfde vertraging. Dus ja, er staat wel dat het live is, maar in wezen lopen jullie 10 seconden achter. Net als wij. Nou, volgens mij is het 5 of 6. Nou, oké, okay, in die richting dan. Ah! Oh, waarom kwam ik hem toen niet tegen? Dit betekent dat we hem zoveel eerder tegen hadden kunnen komen. Zo lekker! Na Cerulean City komen we gewoon weer Jolteon tegen. Ik bedoel, de vorige keer toen we hier, ik weet niet hoeveel random Pokémon aan het zoeken waren, toen kwamen we niks tegen. Nee. Oké, okay, al moet ik wel zeggen tot de Jolteon die wij hebben gevonden echt gewoon Pokémon Yellow was. Ook wel heel toevallig dat we vandaag, ja... Ja, vandaag is ook inderdaad die F-levering. Ja, heel toevallig. En Waterkip, die komen we gewoon te vaak tegen. Ik denk dat Waterkip ondertussen gewoon de Rattata van deze serie is. Nou, dat valt toch wel weer mee. Nee, dat valt niet mee. Dat jij gewoon vuurstarters awesome vindt, wil niet zeggen dat ze niet een Rattata kunnen zijn. Nee, dat kan ook niet, nee. Ik had gewoon liever gehad dat het dan Eevee was. Dan had ik Eevee wel Rattata kunnen noemen, maar dan was ik ze tenminste overal nog tegen. Ja, maar een Eevee en een Firestarter vergelijken, dat gaat niet. Tuurlijk wel. Oké, nee, sorry, ik weet het. Eevee is meer awesome. Ja, dat mag jij vinden. Nee, dat is gewoon een feit. Het staat in het nationale handboek van Pokémon. Ja, maar feiten kunnen ook niet waar zijn, hè. Sorry, feiten kunnen wat? Feiten kunnen ook ongelijk hebben. Nee, want een feit is gebaseerd op waarheid. Ja, maar een feit kan ook gebaseerd zijn op leugens. Nee. Nee. Wel. Als het een feit is, is het waar. Het enige is, heel veel dingen wat men denkt dat feiten zijn, hoeven geen feiten te zijn. Kortom, Robin moet gewoon terug naar school. Dat is een feit. Oké, okay, nou we zijn weer terug in Cerulean City, dus ik ga heel eventjes langs de Pokémon Center en dan ga ik heel even kijken of we nou nog handige TM's hadden die we eventueel zouden kunnen gebruiken. En natuurlijk is het wel handig om richting Erika's te gaan. Weet je nog bij First Look vorig jaar dat je Erika werd genoemd? Sorry. Wauw, Spica, je hoeft echt geen zorgen te maken hoor. Nee, ik sla morgen alleen maar eventjes deze neus aan, meer niet. Als je me kunt vinden. Oh, dat is zo makkelijk. Oh ja? Yeah! Oh. Robin, je bent irritant. Heb je het zendertje niet op je gevonden? Wacht, zendertje, waar? Die ene links onderin, achterin, bovenonder. Ah, precies. Ja, want het zijn er meerdere. Oké, ik geef hem dan wel een tik tegen zijn neus. Mag dat dan? Nou, vooruit maar. Een hele harde tik. Nee, dan niet. Ja, items zijn... Oh, storing!
Technisch mankement. Dat is niet handig. Nope. Oh ja. Oh, ik doe hem ook geen pijn, want het is zo'n bikkel, die kan zoveel hebben. Nee. Ja, toch? Hé, hey, spikkeltje! Mijn fire type broertje. Yay. Ik bedoel, er zijn maar twee Pokémon die echt... Nou ja, eigenlijk zijn het er in totaal nou... 10 Pokémon die super awesome zijn. Dat is eigenlijk best wel veel. 10 Pokémon zijn super awesome. Kun je gewoon een top 10 meemaken? Ja. Nee, dat kan ik niet. Want ik kan nog steeds niet tussen de 9 Eevee en, of ja, Eevee en de 8 evoluties uitkomen. En wat is jouw 10? Okay, Magikarp! De Fire-type Pokémon worden gewoon niet gementioned, hè? Tuurlijk wel! Flareon! Ja, jullie kunnen het onderste schermpje zien, dat maakt niet zoveel uit. Het is tot het onderste schermpje, die is niet gebukt, het bovenste schermpje is gebukt. Oh, dan moet ik ze alle 10 ook nog gaan opnoemen. Oké. Eevee, Jolteon, Vaporeon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Sylveon en Magikarp. Gotta catch them all, gotta catch them all, yeah. Gotta catch them all, gotta catch them all. En dat helemaal uit mijn hoofd, hè, jongens. Ah, een spin! Ik weet niet waarom dat Julia de Dragon als een toad klinkt, maar... Zo te merken is het. Balloons! Balloon? Nou, hier hebben we al gelopen, maar ik ben toch nieuwsgierig. Ik bedoel, Jolteon die kwam ook weer ergens tegen waar dat we al gelopen hebben. Dus misschien dat we in één keer een Umbreon of Espeon tegenkomen. Want dat zijn de enigste evoluties die we nou nog niet hebben. Nou, maar... Toen we de eerste keer door dat stukje gras heen liepen naar Palatown toe, hadden we geen random encounter. Daarna wel. Ja, maar in Cerulean City, daar zijn we wel geweest. True that. Maar zoals ik al zei, het is een beetje inderdaad Pokémon Yellow-achtig geworden. Omdat vanaf Palatown, als je twee vakjes het gras inloopt, dan word je geblokkeerd door Professor Oak. Professor Oak die krijgt een random encounter, die random encounter is Pikachu. En de Pokémon Yellow begin je met Unknown. Grapje. Kom nou Unknown tegen, Bob. Erik, heb het mee. Jullie zien het precies. Bij jullie loopt het wel synchroon, laat ik het zo zeggen. Maar goed. Nu is het dus zo gekomen dat wij dus twee vakjes het gras inlopen, random encounter tegenkomen en gelijk Jolteon tegenkomen op level 2. Ah. Dus ja. En Jolteon is ondertussen al level ergens in de 30, 40 naar bijna, dus... Maar goed, wij moeten dus naar Erika's. Of we gaan eerst naar... Nou trouwens, we zouden de oorspronkelijke route nou aanhouden, hè, dus... Want Sabrina's, die hebben we al verslagen. Tenminste, ik ga zelf even bij de badges kijken. Yep, we moeten nu naar Erika's. We hebben op dit moment hebben we nou al 12 badges. Yay! In niet zo'n HD! Niet pling! Oh, wacht. Nee, wel pling. Nee, niet pling. Anti-pling. You shall not pling! Oké. Okay. Ja, dit is leuk dat dit Silph-Co is, maar niet Silph Company, Silph-Co! Sorry. Ik heb pas geleden nog die Pokésynth zitten te kijken. En dan bij Poké Origins de hele tijd. Silph-Co! In de Silph Company. Wat is jullie favoriete type gym? Blue. Alles door elkaar heen. Daarom ben ik eigenlijk ook zo blij tot randomizer. Dat zorgt echt voor een leuke uitdaging. Nieuw graspakje! Trouwens, bij Silph-Co, als je Red hebt verslagen, dan kan je een van de drie generatie 3 starters krijgen. Nee, volgens mij kreeg je die van Professor Oak. Nee, die kreeg je van Steven. Steven. En we hebben een macho brace.
Oké, normaal gesproken zou Jari blij zijn met de site, maar mij boeit het gewoon niet. Ik moet wel zeggen, dat is het enigste nadeel als ik de Pokémon game speel. Bijvoorbeeld als ik Pokémon X en Y speel, of Omega Ruby Alpha Sapphire. En ik heb al de... ik heb al mijn eieren al uit laten komen en ik heb de 6 Eevees. Het maakt me niet uit welke random Pokémon ik tegenkom. Random Pokémon zijn saai. Yep. Want iedereen is saai. Ja. Dat ook, maar... Ik bedoel... De meeste Pokémon... Hey, kijk onze starter Pokémon, die Huntail. Die jullie oh zo leuk vonden. En daarna niet meer. Jullie wouden maar gewoon een heel moeilijk begin geven. Dat is echt ook duidelijk. Maakt het wel leuker. Nou, ik vraag me af of we op het einde van de serie ook echt daadwerkelijk een volledige team zouden hebben met evoluties. Ik hoop het. Vergeet niet, er zijn ook nog steeds geen wilde Magikarp tegengekomen of een wilde Eevee. Gen 1 starter kreeg je... Ja, maar dit is een randomizer, dus... Misschien krijgen we van professor ook wel een... Eevee. Vergeet niet, Eevee is ook een starter. Ja. En dat is eigenlijk ook een feit. Je weet wel, Robin. Feit. Feit. Ja? Shit. Heb ik wat gemist? Ja, Robin, die weet niet wat een feit is. Ah, come on! Sorry. Nou, we hebben in ieder geval weer heel veel leuke opnames, dus Stevie? Nee! Sorry, Spica. Dank je, Spica. Tuurlijk, kom maar wel weer op voor hem. Yes, ik mag hem wel pesten. Oké, ga je gang. Mumee, ik kies jou! Wat ik me eigenlijk trouwens wel afvraag, is... Waarom hebben ze dit soort gebouwtjes hier nog steeds ingezet? Maar je kunt er niks mee. Ik heb hier nog nooit iets kunnen doen tot een keertje die deuren open gaan. Of tot een gangetje weer open is. Waarom staat het er? Gewoon als detail? Decoratia. Lemia. In feite is een gebeurtenis omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat. Oftewel, zintuigelijk kan worden waargenomen of instrumenteel gemeten. In feite moet een objectieve waarnemer vastgesteld worden en getoetst worden. Wikipedia 2. Wikipedia is niet feitelijk voor feiten beschikbaar, omdat Wikipedia kan door iedereen aangepast worden. En dus hou er rekening mee. En dat is een feit. Yep. Oh, Swikkeltje, bij jouw nummer 10. Die vuurpokémon heet niet Zekrom, maar Reshiram. Heel erg spannend. Dus welkom in ieder geval bij leren wat feiten nou precies zijn. Als jij voor een rood stoplicht moet stoppen, dat is echt tegenwoordig een wet en daar moet jij voor stoppen. En dat jij daarvoor moet stoppen is een feit. Gaan we er even weer over invrijven? Ja. Ja, want het is school, mensen moeten leren. Ja. Dat is heel belangrijk. Dan heb je ook nog eens een keertje het punt. Dan heb je ook nog eens een keer het punt, kijk, als jij denkt van, jij zegt tegen iemand van, ik vind dat jij moet stoppen, of jij zou daar moeten stoppen, dan is het geen feit, dan is het een mening, want het is namelijk een mening van iemand anders en geen feit. En volgens mij is dit een shiny Nidoran, want ik heb nog nooit een groene Nidoran gezien. Hmm. Of de sprite klopt gewoon niet. Is heel goed. Ik ga even opzoeken welke kleur je shiny Nidoran is. Ja, ik heb mensen die achter mij staan. Zeep, stop maar. Nee, maar het ging ook niet naar Robin toe, het ging naar iedereen. Oh. Ja, maar hun begrijpen het wel. Ja, maar jij niet. Oh, Ik ben Robin niet aan het pesten. Ja, dat zou maar niet ik durven. Dat is een mening, dat is geen feit. Maar ik ben Robin niet aan het pesten, ik ben gewoon jullie iets aan het uitleggen. Ik zou jullie niet durven, nee. Nee, maar mij wel, hè. Ja, maar dat is bijzaak. Hallo, ben jij niet die nameraider of iets? Waar ben jij? Hoi. Oh, je hebt een heel eng verhaal. It's not as scary while it's still light. Oh, hier moeten we s'avonds voor terugkomen, dan kregen we iets. En dat is over 18 minuten. Tenminste, wat zeg maar Pokégear. En het is geen shiny. In,
In de spellen is het blijkbaar iets te groenig afgebeeld. Maar Nidoran is paars en female Nidoran is blauwig. Hij hoort wat meer blauw te zijn, lichtelijk een beetje een paars tint erin. Maar ik zie bijvoorbeeld in meerdere spellen is de sprite ook al ietsjes groeniger dan... Waarschijnlijk is deze Nidoran gewoon heel erg misselijk. Is er een standaard schema voor de livestreams? Nope. Nou, maar meestal in de weekenden. Omdat dan ook de meesten kunnen kijken. Stel je voor dat ik nou morgen om 2 uur 's middags ga livestreamen. Dan zit iedereen op school. Hi, Debbie! Guess what? Nee. The sound designer over there showed me something cool. The sound designer? Welkom in the building of Breaking the Fourth Wall. It's a high-tech retro machine to listen to music from the Game Boy. I'll send and give it to anyone who has collected all of the Kanto badges. Joppie, dan kunnen we dus de oorspronkelijke gold en zilver muziek luisteren. Wat leuk. Lyra, serieus, je stond net voor mijn neus en 2 seconden later bel je mij. Jij bent de programmer. Maar leest eigenlijk Mumei of Robin de reacties soms op, want ik hoor het verschil in stem soms niet. Nou Snoopy, ik ben Mumei. En ik ben Stevie. Stevie? En ik ben blijf gewoon Robin. I control the world of games with my fingertip. Ja, dat is heel erg boeiend, serieus. I'm the planner. I come up with great ideas. The place you're standing here is no exception. Fourth wall breaking! I'm the game director. Filling up your Pokédex is top, but don't give up. You can do it, seriously! What do you think? I am the president here. We are remaking an old game, but this is quite a challenge. Old fans would not want us to mess with their good memories, but there's no point in just redoing the same thing, right? We are working towards something that brings back memories, yet is also completely new. I've been in this business for 20 years now, but creating a game is always a rewarding challenge, and I'm breaking the fourth wall here like crazy. Al moet ik wel zeggen, inderdaad, Heart Gold and Soul Silver had inderdaad hele leuke herinneringen terug naar Gold en Zilver. En tot je Pokémon achter je aanloopt. Serieus, waarom hebben ze dat weggehaald? Ja. Goede vraag, ja. Dan moeten ze echt terug doen in Pokémon Sun and Moon. Ja, alleen we weten al dat dat niet zo is, want de game is al klaar. Er zijn alleen nog kleine finishing touches aan. Zoals nieuwe Pokémon, die kunnen ze er altijd nog in editen. Maar bijvoorbeeld, ze hebben al dat je rondloopt en alles. En anders zouden ze daar heel de game, omdat je dan, ik weet niet hoeveel bugs gaat krijgen als ze dat nou last moment erin gaan gooien. Precies. Niemand boeit het dat ik eindelijk een vriendin heb. Hoezo niet? Ik ben te lui om terug te lopen, je het te vertellen, dus bel ik je maar. Geweldig hashtag, Spiga. Okay, dit is zinloos. High places, I do love them so. I'd say the only thing that loves height as much as me is smoke. Wat nou smoke? Je moet niet smoken. Smoke is bad. Ik vind het trouwens zo mooi dat je nou ook echt zo achter de zonsondergang ziet. Dat is zeker wel mooi, ja. Nou ja, wij gaan weer eventjes terug en we gaan heel eventjes langs de grote shop. Om heel eventjes te kijken of we daar nou wat leuke TM's kunnen kopen. Asriel used all the sound to break the fourth wall. Hashtag lol. Kennen jullie de site Pokémon Showdown? Nope. Nope. Ben je eigenlijk meer fan van Nidoking of van Nidoqueen? Geen van beide! Van Zeroking. Oh ja, van de poker app. Zeroking. Zeroking. Wat zijn jullie? Oh ja, die prijsjes die kloppen niet. Oh, Technical Machines. Niks boeiend. Ja, psychisch zou handig zijn als ik een Espeon zou hebben. Oh, Timmy!
En wat hebben we hier? Oh! We kunnen een Eevee kopen! Wat? Wat? Alleen dat kost 6666 coins. Is dat een duivelse Eevee? Het is inderdaad een evil, maar dan moet je hier echt uren dat spel gaan spelen. Dus dat gaan wij niet doen. We weten dat de Pokémon niet gerandomized zijn. Omdat we hebben daar toen een Pokémon gekocht. Volgens mij hadden we een Pokémon in Johto hadden we gekocht. En die Pokémon zijn niet random. En oh, ja, zelf zou ik zo gek zijn om het te doen. Maar in de livestream wil ik toch wel een beetje de progress erbij houden. Dus ja. Wij gaan niet helaas zoveel van die coinflip games doen. Om zo snel mogelijk die 6666 coins te krijgen. Nee. Ook niet offscreen. We moeten hem gewoon tegenkomen ook in de wild, want dat is het leukste. Waarom krijgen we niks van jou? We moeten surfen om met jou te praten. Want dat soort NPC's hoor je iets te krijgen. Stel dat je lemo's. Hé, hey, het is water. Misschien kun je er een Pokémon in vinden. Oh ja! Nou ja, in vissen dan, want ik denk niet dat we random encounters hier tegen gaan komen. Laten we gewoon gaan vissen. Hier moet je inderdaad, als het net als de eerste generatie, dan moet je daar vissen in dat watertje. En daar kon je toen Poliwax vangen. Poliwax. Nou, nogmaals, het zijn geen random Pokémon, dus als we daar inderdaad voor die coins zouden gaan, dan zou het echt Eevee zijn. Het enige probleem is, 6666 coins, zo snel krijg je de coins niet in de Voltorb Flip Game. Ja. Aangezien dat het heel vaak gokken is van, neem ik nou wel een goede kaart of neem ik wel niet een goede kaart, voordat je een hoog level bent. En na een uur ben je ondertussen dat je dan inderdaad 1000 coins of zo zou hebben. Heb je een leuke backstory voor Umbreon in de Randomized TV? Nou, vertel over de backstory. Ja, lang geleden had ik een Eevee gevangen. Lang geleden, toen de aarde nog plat was. En de vier naties in vrede waren. En dat wij allemaal nog geloofden dat er een Mew achter de vrachtwagen zat. Zit die hier dan niet? Spoilers! Nee, de jeugd is een leugen. Spoilers! Ik zit er al even te kijken, maar we vangen hier absoluut niks. Volgens mij zit hier geen vis. Nou ja, ik weet in ieder geval dat in de eerste generatie daar kun je Poliwax. Dat weet ik 100% zeker. Poliwax. Nou, we krijgen hier geen vis. Ik probeer het nog één keer en anders gaan we gewoon naar die hele grote store. Ja. Nee, helaas. We gaan gewoon naar die grote store. Anders wordt deze livestream aflevering voor YouTube ook een beetje te lang, dus Ja. Ja. Want wij hebben TM's nodig. Even kijken, dit was toch dat huis dat je omhoog ging? Of ja, dat was dit. Ja, hier hebben we hem. De grote store. Dan ga ik eerst eens even kijken welke TM's heb ik nu eigenlijk op het moment. Hebben we iets boeiends wat we aan een evolutie kunnen geven? Die ene. Nee, die andere. Oh. Focus Punch Dragon Claw. Heel kan handig zijn voor Glaceon trouwens. Maar ja, het is weer heel erg irritant voor de andere evoluties. Hidden Power, Hyper Beam voor Sylveon die niet in het spel zit. Jammer. Thunder! Jolteon kan volgens mij Thunder leren op level 71. Ik denk zoiets. Hallo Thunder TM! Tuurlijk willen we Thunder leren aan Jolteon. Why not? Dat is een Pokémon. Even kijken, dan kan dubbel, ja, Sand Attack. Nou, Sand Attack is eigenlijk best wel een gemene move om te hebben. Mochten we een Legendary tegenkomen als Gym Battle of iets, dat we de hele tijd Sand Attack kunnen spammen. Maar goed, we kennen nu dus Thunder en dan denk ik dat ik Aquarion Rain Dance zou willen leren. Maar ja, het nadeel is, dan moeten we wel die TM natuurlijk hebben. Shockwave, veel beter dan Thunder Shock. En volgens mij Shockwave mist ook nooit. Die Umbreon is eigenlijk het kind van je Umbreon van je Crystal Let's Play. En Bill had die via zijn machine hier naartoe overgebracht. Voor je maar Eevee kon niet wachten op je en ging je zoeken. Dus was Bill die Eevee kwijt en gaf je een goed makertje als die iPhone. Wat?
Oh, toen Bill jou voorgelogen had voordat hij een Eevee zou geven, maar toen een iPhone gaf. Ja, dat is inderdaad wel zo, maar dan nog. Ik object hier tegen, want Umbreon die zou nooit zomaar naar mij gaan zoeken. Umbreon die is nog steeds bij me, Umbreon zit hier naast me. Ja. Ja. Ik daag je uit voor een Pokémon Battle, Robin. Is goed. Maar je bent aan het livestreamen met mij. Ja, ik heb een Charmander, ik kan virtueel zo even met jou praten. Ik doe Flamethrower nou. Dus jij laat ons gewoon nou? Nee, ik laat jullie niet alleen. Flamethrower? Ja, Flareon, zijn special attack is niet echt goed, maar... Ik zal eens even kijken. Hebben we iets wat we Firepower tot die Flamethrower zou kunnen leren? Want het is wel een handige aanval op het moment dat we een fysieke defense hebben. Het kind van Umbreon. Right. Ember is een special attack. Dan mag Ember flamethrower worden. Powering up the Eevees. Shadow Ball. Die wil ik eigenlijk toch aan Jolteon geven. Maar ja, Jolteon die heeft nog andere aanvallen. Dus Umbreon die... Of nee, volgens mij had Glaceon had ik hem al eentje gegeven. Dan wacht ik nog even mee. Skill Swap, Charge Beam, Thunder Wave. Ja, die moeten we zeker aan Jolteon geven. Dat kan een hele handige aanval namelijk voor onze Jolteon zijn. Dan hebben we iets wat Sand Attack kan aanvallen. Want ik wil eigenlijk niet zo cheap zijn. Vergeet niet, de enigste Umbreon die we tegen zijn gekomen, dat was die van een Rocket Grunt. En de andere Rocket Grunt die we tegenkwamen, dat was een Eevee. Waarschijnlijk van dezelfde. Grassnut, dat was een fysieke aanval, toch? Nee, dat was special aanval, dat zeiden jullie al gelijk. Dreameater, daar hebben we niks aan. Rock Slide hebben we niks aan. Dragon Pulse hebben we niks aan. Swagger, dat is leuk voor een Umbreon. U-turn, maar dat is ook special. We moeten echt X-Scissor hebben eigenlijk. Wat verkoop jij? Nee, ik gebruik de lift niet. De lift... Oh ja, even al die cadeautjes die ons ma had gegeven. Ja, want mam die heeft ons 300 keer gebeld. En kijk eens wat ze heeft gekocht. Berries. Een enorme lading van berries die we nooit zouden gebruiken. Doei, Yellow Yosh. Herinner je nog dat jong met lang krullend haar op de laatste Dutch YouTube Gathering? Dat ben ik. Oké, hoi Roger. U-turn is fysiek? Ja, maar ik weet niet of Umbreon dat zelfs kan leren. Of, sorry, niet Umbreon. Oké, we hebben geen pakketjes meer. Want ja, U-turn, het is wel handig om snel te kunnen... Volgens mij kon hij die niet leren, volgens mij hebben we het al geprobeerd. Ja. U-turn is... Hier. Dit is een sterretje. Sterretje is fysiek en oogje is special. Weet je dat zeker? Kat is... Oh ja, klopt ja. Sterretjes... Ja, klopt. Nou ja, dan gaan we gewoon U-turn proberen te leren. Maar toch, hoe kan een Rocket Grunt een Umbreon hebben? Die moet gestolen zijn, want Eevee evolueert alleen door happiness. En ik zou als Eevee niet echt blij zijn met een Rocket Grunt. Nou, waarschijnlijk was dat Eevil. Ja, die hebben ze hier gekocht. Voor $666. Waarschijnlijk... Nee, je hebt helemaal gelijk. Alleen U-turn kunnen we niet leren, want Umbreon... Umbreon kan wel X-Scissor leren als Bug-type aanval, maar die kan niet die andere dingen leren. Wat doen we niet? Potions? Nee. Super Potions niet. Max Potions niet. Hier hebben we allemaal genoeg van, dus... Hé, hey, kijk eens, we zien daarachter een gymleader van Johto. Oh, wat gezellig. Hebben we nog genoeg balletjes? Pokeballs, daar hebben we er nog 20 van. Great Balls, daar hebben we nog 18 van.
Ultra Balls hebben we er 17 van. En then always you're the bad and escape robot, I couldn't afford the cost. Ja, ik weet, ik heb genoeg geld, maar ik wil er gewoon geen geld aan verspelen. Hey, gymleider, hoe gaat het ermee? Ah, this is quite a mask. Hallo. Huh? You're talking to me? Your eyes are on my crash away mask. No, 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 no. I can never let it go. Let it go, let it go. Okay, sorry. That's not it. You want other mask? Okay. En we hebben een Turtwig masker gekregen voor een fashion case. Nee, dat is niet genoeg. Wij willen meer. Nou hebben we een Chimchar mask. Jee. En een Piplup mask. En nou Roger, ik denk niet dat hij dat ooit gaat doen. Nee, inderdaad. Ik bedoel, ik vind dat soort dingen vind ik echt gewoon dom. Ja. En zeker niet de snor. Nou, er was er eentje die zei bij de Efteling vlog dat ik mijn snor af moest scheren. Nou, nog niet misschien. Nee. Even kijken. Full power attack that grows more powerful the less the user. Oh ja, dat is frustration. Hele gemene aanval. Dit is de return. Die hebben we al. Enrages the foe into confusion. However, it's also. Dat is swagger. Attract. Taunt. Oh nee, ja, taunt. En the user torments and rage and foe. Volgens mij was dat ook weer zo'n stomme aanval. The user burrows, then the attack the second turn. It can also use to exit. Does dig. A powerful field that prevents status problems, dat is safeguard. Laser trap of levitating stone around the foe. The trap hurts when they switch. Dat is stealth rock, geloof ik. If the foe's HP is down under half, this attack will hit with double the power. Geen idee, maar niet in de boeiend. Attack move that employs double the damage if the user has been hurt by the foe in the same turn. Volgens mij was dat... Payback. Use the laser horse armor. Dat is feint attack. Juist. Niet echt hele boeiende TM's die we hier kunnen komen. Daar ben ik eigenlijk best wel te. Dat vind ik teleurstellend. Dat is Jammer. Oh ja, dit is van. Hé, je kunt Porygon. Hé, kijk nou toch eens. Ik heb, maar ik heb een andere Pokémon gekregen. Ik heb Porygon 2 of. Porygon Z! Wat ik nog steeds echt de meest zinloze Pokémon ooit vind. Hele Porygon-familie. Yep. En bij welke Porygon was er nou een gebande episode? De gewone Porygon. Ja. In verband met ze vonden het heel erg nodig om met rood en blauw de hele tijd te switchen. Waardoor dat je heel makkelijk een epileptische aanval kan krijgen. Ja. En er zijn honderden kinderen mee naar het ziekenhuis gegaan. Oh, en hier hebben we natuurlijk al die EV's die we niet gaan gebruiken. Je weet wel, protein en al die dingen. Waarom gebruiken we ze niet? Omdat dat is zo lame. It's a vending machine. Ah, doe maar een limonade. Die kan best goed zijn voor firepower. Geeft hem een beetje fightback tegen rock Pokémon en fire Pokémon. Tegen fire Pokémon heb ik al sowieso strength. Wat eigenlijk return had moeten worden, maar goed. Dus. Dan zou ik weer eigenlijk langs de move deleter moeten gaan. Maar goed, we hebben alle vloeren hier nou ondertussen gehad. Dus we hebben alles een beetje zo kunnen kopen hier. We hebben heel veel lol gehad. En volgens mij heb je ook hier de mystery gift. Die zat hier ook ergens. Maar ja, lekker belangrijk. Maar goed, ik denk dat ik het daarbij ga laten in deze aflevering van de livestream. Nog niet voor de, ja, niet voor de livestream, maar voor de YouTube aflevering. Dus ja, heb je een leuk momentje, laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter aan de deur als je daar de tijd voor hebt. En waarschijnlijk komt er binnenkort weer een nieuwe aflevering. En zien we jullie daar. Wil je zelf nog een keertje aanwezig zijn bij de livestream? In de beschrijving staat een link voor Twitch. Kun je op klikken en dan als je notificaties aan hebt staan, krijg je gelijk een melding wanneer dat wij live gaan. Dus hartstikke gezellig. Goed, in ieder geval, bedankt voor het kijken en ja, tot de volgende keer. Doei!
Doei. Doei.